Goedemorgen. Saan, neem een carmiel. Ik begin wel, ja? Welkom, welkom. Welkom bij onze nieuwe vlog. Ik zal niet in je gezicht praten, want het is nog ochtend. Maar ik heb een koffie net gehad. Maar, ik heb een dood vogeltje in je mond. Wallen tot hier, Tokio. Ja, joh, kijk, net, je hebt niet geschoren. Dat zegt ook al hoe we de afgelopen... dat zegt ook al genoeg hoe we de afgelopen week aan het werk zijn geweest, echt. De afgelopen twee weken was het twee weken van hel. We hebben echt gewoon niet stilgezeten. We hebben alles gedaan, dat zul je in deze vlog ook wel zien. We hebben eigenlijk het onmogelijke mogelijk gemaakt, want we hebben dit huis leeggehaald. We hebben spullen meegegeven naar Spanje. We hebben een appartement, vooral deze en zijn vader, een appartement klaargemaakt. Schilderen, vloeren leggen van zijn vader, om dat ook te kunnen inrichten. En vandaag is de grote dag, want vandaag vertrekken we naar España. Sí, señora. En we gaan afscheid nemen van ons huis. We gaan zo de sleutel. Wacht eens even. We zouden vandaag vertrekken. Vandaag is het maandag de 15e en we zouden vandaag vertrekken naar Spanje. Echter is daar een kleine verandering in gekomen, want ik heb besloten om morgen te gaan, morgenochtend. Want ik heb tegen hem gezegd, luister, het is gewoon echt niet normaal wat wij gedaan hebben. We hebben amper geslapen. We zijn super moe, zoals jullie kunnen zien. En het is gewoon niet verantwoord om te gaan rijden. Dus wij gaan vandaag nog even de laatste dingetjes doen in het appartement van zijn vader. Zodat het ook klaar is. En dan gaan we vandaag op tijd naar bed. En dan gaan we morgen om 6 uur rijden. Want anders trekken we niet en dat is gewoon gevaarlijk. Maar we hebben wel een paar tips voor jullie. Voor verhuizen. Of je nou gaat emigreren of niet, maar gewoon überhaupt verhuizen. Want een paar tips. Wacht even, is wel handig, pak even toch? Pen en papier. Geef ze even de tijd. Ja, want ze zijn heel belangrijk. Nou, eigenlijk heb ik maar één allerbelangrijkste tip. En dat is... daar is Aitel. Wacht, ja. Zo afmaken. Dit is onze schilder, die komt nog even gedag zeggen. Aitel. Hey, Kiwaziswa. Ja, bom. Ideal wat daarbij. Hey, wat erbij kan ons? Ideal. We hebben een schilder nodig van Spanje. Ja hoor. Stel je even voor, Sla, voor de mensen, voor onze kijkers thuis. Hoe ben je? Wie is je vader, wie is je moeder? Ik ben Aitel en Fiesia compleet. Nou, dit is onze huisschilder. Hij is top. Levert goed werk af. En hij rookt wel. Dus we zijn altijd ruzie aan het maken, want hij laat gewoon de peuken gewoon achter op mijn stoep. Dat vind ik gewoon nat dan. Aitel. Als wij over 2 jaar toch nog besluiten om daar te blijven en we kopen een huis. Kom je dan, en we betalen je ticket, kom je dan... Natuurlijk! Kom je dan schilderen? Natuurlijk! Nou, we werden even gestoord door onze schilder. Maar we hadden dus 3 tips voor te verhuizen. Schat? Ja. Weet jij ze nog? Brand los. Nou, hij weet het niet meer. Maar ik heb 1 grote tip. Of je nou gaat verhuizen naar het buitenland. Of dat je nou gaat verhuizen naar een ander huis. Maakt niet uit. Maak geen planning. Wauw. Maak je geen tip. Planning. Nee, grapje. Nee, ja, tuurlijk wel een planning. Maar ga niet... Nee, go with the flow zeggen ze toch altijd. Go with the flow. Maar ik zeg be the flow. Snap je die? Spiriwiri. Be the flow. Want, dat hebben wij wel gemerkt de afgelopen 2 weken. Wij hebben gewoon gegaan. En alles wat er gebeurde onderweg hebben we, ja, gewoon, hoe zeg je dat? Gewoon alles op zijn beloop laten gaan. Nee, daar hebben we op gereageerd. Dus we hebben niet van tevoren al bedacht, zo gaan we het doen. Eigenlijk, en dat is voor hem best wel moeilijk, hè? De controle loslaten. Joh, ik heb een paar keer kortsluiting gehad, dat wil je niet weten. Echt. Maar we hebben het wel goed gedaan. We hebben geen ruzie gehad. Hier in mijn hoofd, hè? Kortsluiting. Ja, maar we hebben geen ruzie gehad. We hebben relaxed gedaan. We hebben alles gedaan wat we moesten doen. En het is eigenlijk echt, want iedereen zegt, ja, hoe doe je dat toch? Het is gewoon echt een knop omzetten. Kijk wel naakt, joh, doe zo. Knop omzetten, in je gewoon echt die mindset switch maken en denken, oké, ik moet dit gewoon even doen. Daar is het doel en daar gaan we voor. En wat er op ons pad komt, dat pakken we op. En niet gaan zitten, gewoon doorgaan. Als je namelijk in 2 weken tijd je hele huis moet leeghalen, alles moet klaar zijn. Nee, in 1 week tijd hebben we alles moeten klaar zitten voor Spanje. En dan ook nog eens een appartement in elkaar moeten knallen. Nou ja, en nog eens de kinderen daarbij. En ja. We hebben geluk gehad dat de kinderen heel af en toe nog... We hebben wel veel hulp gehad, gelukkig. Ja, af en toe zijn gaan slapen bij vriendjes en vriendinnetjes van school. En dus dat scheelde natuurlijk ook, maar dat was niet de hele week. Nee, maar dus concrete tips. Laat controle los. Maak wel een planning, maar die planning, be the flow in die planning. En heb af en toe ook nog een beetje tijd voor elkaar. Want was dat tip 2? Dat zijn 3 tips, toch? Oh ja. Laat controle los. Ja. Be the flow. En kijk elkaar af en toe nog een beetje aan van, gaat het nog goed? Even intunen. Oké, dan gaan we door. Want we hebben echt langs elkaar heen geleefd. En af en toe leek het telepathisch. We elkaar vanochtend niet aangekeken. Af en toe een beetje seks ook nog. En dat is ook belangrijk. Ja, dat is zeker om belangrijk. Om die connectie te behouden. Dat is tip nummer 1. Maar goed. Maar goed, ik hoop dat jullie wat hebben aan deze tips. We gaan even door het huis heen lopen. Ja, toch? Goeie. Kom maar. Ja.
lopen en dan overal herinneringen te hebben. En dit is echt, ja, jammer. Ons mooie kantoor waar we net een half jaar gebruik van hebben gemaakt, denk ik. Oh man. Dankjewel voor alles, voor alle calls die ik hier gehad heb, voor alle meditatiesessies, voor alle spiriwiri-sessies. Dankjewel WC, waar jij altijd loopt schrijven en net weer overliep. Grapje. En bedankt, hè. Ja, het is wel waar. Dankjewel, keuken. Dankjewel. En deze foto mogen de nieuwe bewoners houden? Nee, die gaat eraf. Sorry, schat. Oh, die gaat eraf. Oh, ik dacht dat je die wilde houden. Nee. Maar goed, dit is gemaakt door Fermin zelf. Ramfie Fermin. Uit het vliegtuig waar hij zelf in zat, boven Maastricht. Ik dacht dat je moet zitten. Ja. Wil je niet aan je vader geven? Ja. Yes. Wacht even, als vast. Blijf filmen. Theo? Wat is het? Oh, nee, Heizo. Ik ben Heizo. Rafi, Theo. De koffer. Hup, zei nog jij dan? Rafi, kom. Ja, hup. De koffer voor de auto. Ja, oh ja, die goeie. Maar hup, zei nog jij dan? Ja, kom maar, hè, als je niet hoeft. Ja? Ik niet door. En horen jullie mij eindelijk Maastrichts praten, hè? Ja. Ja, dat zeg ik goed over de rails al altijd. Jojo. Moet die koffer om? Ja, goeie, doen we dat even nu. Wij gaan symbolisch afscheid nemen van het huis. En dat doen we door het verkocht bordje eruit te trekken. Daar gaat hij dan. Ja. Ja. En ik ga het. Ja. Nou ja, op naar een nieuw avontuur, hè? Zo is dat, ja. Neem maar mee. Kijk, daar is hij dan. Ja, dat is het. Dat is toch logisch, schat? Nee, maar jij informeert me niet. Wat logisch is voor jou, is niet logisch voor mij. Oké. Oh, staat al aan. Jij weer gebeurd. Ik ben een manifesting generator. Jij moet wel mij informeren, maar dat doe jij nooit. Oké, goed, anyways. We gaan even... We zijn toch zo goed op elkaar ingespeeld. Dat heb je die mensen daar gewoon thuis, of alle kijkers gewoon altijd gezegd van ja, we zijn... Dat is ook zo. Nou, alleen dan. Ik probeer jou te leren. Als je mij nou... Kijk, ik ga je uitleggen. Als je mij nou vertelt wat je plan is en niet zegt, kom, weet je, loop... Nee, je zegt me niet. Dus nee, maar soms hoeft het, schat. Nee, maar wacht. Nee. Ik ben je man. Ik ben je man. En soms moet je gewoon volgen en het vertrouwen hebben. Oh, ja, hoor. Nee, juist, het vertrouwen hebben volgen. Dat het goed komt en ja. Oké, maar kijk. Je kan mij ook gewoon vertellen, lief, kom, we gaan even hier de auto laten staan. Zet parklijn even. We lopen naar de overkant van de brug, even naar de gemeente. Dan is er niks aan de hand. Wat is het verschil met schat? Kom, we gaan even naar de overkant. Want dat ik zei moet... je niet. Oké, schat, ik moet even mijn rijbewijs halen. Ja, maar ik dacht waar haal je rijbewijs? Ja, maar ik dacht, ik moet in de bij auto de gemeente. Schat, serieus? Ik dacht, ik moet in de auto stappen. Maar whatever, dit gaat er helemaal niet in. Dat is stom. Maar, Hoezo is het stom? Dat is gewoon het dagelijks leven. Ja, je bent gewoon een lul. Nee, dit gaat er niet in. Dat bedoel ik. Okay. Maar goed, yes. Yes, wij hebben net getekend bij de notaris voor ons verkoop van ons huis. En we zijn officieel nu dakloos. We zijn echt dakloos. Koos dakloos. Schat, loop even op de... Ja. Maar voelt het gek? Voelt het gek? Ik weet niet, nog te veel adrenaline van de afgelopen 2 weken. Het inpakken, het vroeg opstaan, het laat naar bed gaan. Ik ben gewoon nam. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Verdoofd. Ja, gewoon verdoofd. Ik denk dat morgen als we gaan rijden, dat ik hem pas voel. En dat zeker als we Spanje binnenrijden, dat ik zoiets heb van... Yeah. Het is echt. Het is echt. Het is echt. It's real. Dag huisje. Dag buurtjes. We zijn net vertrokken uit Maastricht en ik ben er nu al klaar mee. 20 minuten onderweg. En ik wil het liefst gewoon hier stoppen, overnachten. Nee, niet zo. Die luik ook echt. Godsamme. Overal staan speedcams hier. Nou, je moet je echt niet zo aanstellen. Het is echt gewoon perfect. We zijn om 6:30 vertrokken. Je hebt de auto goed ingeladen. Hij heeft gisteren nog alles lopen wegen en doen voor die vreselijke burgerlijke dakkoffer. We gaan onderweg naar ons nieuwe avontuur tegemoet. Naar Spanje. Ja, schat? Het wordt gezellig in de auto. Ruzie maken. Nee, we zijn goed voorbereid. Ja, als je even kijkt in de auto, we hebben amper plek. We hebben echt gewoon overal, elk hoekje hebben we iets hier gestopt. Dit is voor ons de eerste keer dat wij met de auto op vakantie gaan. Of nou ja, vakantie.
gaan emigreren. Überhaupt de eerste keer, maar ik bedoel dat we zo lang met vakantie gaan. Of met de auto gaan rijden. Het is nog vroeg jongens, ik heb nog geen koffie gehad. Dus ik zeg stay tuned voor onze avonturen op de weg. Zo, lekker. Zij wilde graag met de auto naar Spanje, dus zij rijdt. Onze eerste stop in Luxemburg. Sorry hoor, ik ben net wakker. Hallo Lily! Kom maar kijken. Zo, nou, eerste stop in Luxemburg. En meneer Vermin die zegt, nee, we zijn nog niet zo ver en ik ben moe en lullen. Dus ik ga koffie drinken, want ik heb nog geen koffie gehad. Ik ben ook wel een beetje moe. Ik heb die bal bijna op Noah's hoofd gegooid, want we gingen even met de bal gooien voor Willy. En Noah was aan het plassen achter de bosjes. Nee. Maakt toch niet uit. Ik ga ook zo plassen achter de bosjes. Dat is ook heel nodig. Ik ga niet op die vieze wc hier. Maar het gaat goed, hè, schat? 2 uur onderweg en ja, wat? Je moet je eruit halen. Nou, het gaat goed. Waar is Willy? Even kijken waar Willy is. Kom. Yo, daar is Willy. Kijk eens. Kom in. Nee, dat mag ook niet in de vlog. Kijk hoe snel het gaat. We zijn al in La Douce, La Douce France. Waar we op waren? Berlijn. La Douce France. Ja, ja. We rijden nu binnen. Oh, tell me baby. Waar zijn Berlijn? Beetje chemtrails in de lucht. Berlijn. Dit heeft niks met PV te maken. Het heeft met opperwappie te maken. Maar kijk, wat zijn dat voor raar? Opperwappie. Welkom in Frankrijk. Helena, Noah. Jullie hebben het lekker gerend. Nou, nog hoeveel uurtjes? 15,5. Ja, maar we gaan niet in één keer doorrijden. We gaan ook in Lyon stoppen. Lyon. Dus het valt wel mee. We hoeven vandaag maar 6,5 uur. Dus we moeten aan. Voor de kijkers thuis, Lyon, de culinaire stad van Frankrijk. De meeste mensen denken Parijs. No. Lyon, culinaire. Weet je dat? Ja, ik ben er met jou geweest. Dat weet je niet meer zeker. Ja, natuurlijk wel. Of met je ex? Dat is met jou. Nederlander! Net zoals jij. Jij bent net zoals op een bakra, want je bedoelt alsof je op een bakra bent. Ja, maar je doet alsof het een belediging is. Ja, don't even go there. Don't even go there. Het is best wel lang lopen, hè? Nou, we zijn inmiddels weer wat verder. Waar zijn we nou, eigenlijk? Weet je nog? Nee. Frankrijk. Frankrijk, ja, maar we zijn inmiddels beland in Nancy. En ja, even vroeg net tijdens de rit van, dat is toch gezellig, schat. En tuurlijk, zo'n roadtrip is gezellig, maar ik ben er nog gewoon na 4 uur ben ik er helemaal klaar mee. Echt zo lang rijden, ik vind er gewoon echt helemaal niks aan. Jij wel, Noah? Ja. Ja? Wat vind je er zo leuk aan? Gewoon dat dingetje meenemen, spelen en eten en zo. Ja, maar zou jij nog tot vanavond in de auto willen zitten? Ja. Meen je dat? Nou, dat vind ik knap. En jij, Billy? Vind jij ervan? Ik zou de hele dag gewoon lekker buiten willen liggen. Ja. Nou ja, goed. We maken daar iets leuks van in ieder geval. Toch? Nou, ik ben zelf wel wakker hier. Deze gozer slaapt gewoon. En in de slaap zit hij te dansen. Grappig. Een drankje. Ja. Oh, dit is ook heel mooi. Nou, we zijn inmiddels gearriveerd in Lyon. En wat een prachtige omgeving. Echt bij het binnenrijden, al die mooie wijnvelden. En het is echt mooi. En we slapen vanavond hier dus in een bed and breakfast. En super schattig. Ik weet even niet hoeveel kamers, maar we hebben een hele leuke kamer gekregen. Laat ik jullie nu even zien. Oké, ik mag nog even kijken in het zwembad. We zijn hier op een hele mooie plek. En daar zijn we eigenlijk door vriendin van mij terechtgekomen, Kelly. Kelly is ook een hele leuke om te volgen, een leuke vlogster. Ik zal even haar link ook delen hieronder. Maar dit is haar schoonzus. En die heeft hier een hele mooie...
locatie eigenlijk, waar je ook hele mooie appartementjes hebt. Echt gewoon super mooi in de Beaujolais. Dus als je een tussenstop wil maken of je wil überhaupt hier op vakantie, dan zou ik hier zeker gaan checken. Ik zal ook die link voor haar, van hun schulpje delen onder deze video, want het is echt super mooi. En mijn vent is nog bezig met van alles regelen. Ik ben de baas van het voor afronding van ons huis. Hé, schat? Het is druk, maar de rug onder het genot van een onder de genot van een nou, rozeetje uit de Beaujolais. Maar wacht even, lieverd. Maar de reis is goed gegaan. Ik vond het eigenlijk super meevallen. We hebben er... Nou ja, het is 6,5 uur rijden. Maar we hebben van 6:30 tot 4:30 erover gedaan, want we hebben echt wel rustig aangedaan en gestopt. En hij heeft bijna de hele weg geslapen. Ik heb het meest gereden, hè, schat? Maar je hebt zin in morgen, hè? Hij begint roadtrippen steeds leuker te vinden. Morgen gaan we verder. We weten nog niet waar we naartoe gaan. Tenminste, ja, we gaan naar Altea, maar als in waar we gaan stoppen. Deze was eigenlijk de enige van tevoren al geboekt. En voor de rest zien we wel waar de wind ons vaart. Dus we nemen jullie morgen weer mee. Nou, we gaan even genieten van dit heerlijke uitzicht en lekker wijntje en de rust. Want dat hebben we wel verdiend na 2 weken. Keihard werken. Oké, tot morgen. Zo net wakker volgens mij. Heb ik echt een bal in Tokio. Ziet er een beetje uit hier. Kijken. Oh, kijk. Pas, dus die maakte me wakker om 5:00 s'nachts. Ziet er een beetje uit. Of is het allemaal een dramaatje. Nou, schat. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heb jij geslapen? Kort maar krachtig. Nee, ik heb echt heel lekker geslapen. Maar ik ben wel moe, zoals je kan zien. Je hebt ook een beetje walletjes. Ik vroeg niet mee je moeder werken. Nou, ik heb goed geslapen. Maar dit uitzicht is toch priceless? We lagen er vroeg in. En vroeg 11:30. Voor ons doen is dat best wel vroeg. Nou, de laatste 12. Tijd. Laatste nee, 11:00. En, maar goed, we gaan nu een... Is die bakker wel waterdicht? Ja, die is waterdicht. Gelukkig. We gaan even wat brood halen. Ik ga even kijken. Jij gaat die beste Frans bestellen. Ja, dus dat is best wel spannend. Frans is niet echt mijn taal, maar we gaan het zien. Volgens Eefke, s'il vous plaît. Volgens Eefke klink ik altijd als een Algerijn. Dus ik ben benieuwd hoe dat klinkt. Jullie gaan het zien, jullie gaan het horen. Ik zeggen Algerijn. Echt wel? Nee. Zeker wel. Ik zei altijd iets anders, maar ik zal het maar niet herhalen. Oké, dus we zijn op zoek naar de boulerie. De wat? Of de, hoe heet dat? De wat? Boulerie? Nee. Help me dan. Boulangerie. Boulangerie. En ik moet zeggen, bonjour, je voudrais deux baguettes en 19 croissants. Niet 19, dat is veel te veel. We zijn, oké. Oké, 10. Wat is 12? 12 en 12 croissants. Lach me niet uit, ik doe in ieder geval mijn best, ja? Croissants. Gelukkig zijn we zo in Spanje, kan ik me beter uitdrukken. Staan ze hier daar wel? Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Et vous? Je m'appelle Eefke. Eefke. Je m'appelle Yavuz. Nee. Oké, oké. Toe, je m'appelle Henri. 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 Et j'habite? In Maastricht. Maastricht. Et j'habite? Nee, homeless op dit moment. Oh ja, nee. We're going to move to Spain. Ja. Zo, wat wil je bestellen? Niks, ik wil boulangerie. Oh, yeah, we're looking for the boulangerie. Oui. Oké, het moment van de waarheid. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Très bien. Vous êtes une star. Oui. Hey, nu al. C'est Thierry Henry. Non. Je voudrais deux baguettes. Oui. zeg je i? Dis croissant, s'il vous plaît. Deux baguettes. Oui. On a fait que c'est un pain au chocolat. Oh ja. Et une croissant. Je voudrais deux pains au chocolat. Cinq. Cinq. Oh, cinq. Ik denk het wel, we gaan het zo zien wat we allemaal krijgen. Ja, 18 euro. 19 euro. Nee.
18 euro. Oh ja, 18. Oh ja, dat zei ik toch. Oké, bonjour. Et bah, nou, dat gaat natuurlijk het hele dorp rond, want die wonen misschien 10 mensen. Dat een of andere debiel kwam met een camera in zijn gezicht. Want dat vroeg ze nog, oh, bent u beroemd? Die kwam in zijn beste Frans pain en chocolat bestellen. Maar je hebt het goed gedaan, lief. Je hebt het goed gedaan. Kom, we gaan nog even hier wat fruit halen en dan zijn we klaar. Ik moet zo lachen op jou, hè. Ik ga stuk op jou. Ik voel me echt een Fransman. Echt. Gaat er iets stinken naar zweet nu? Ik zweet helemaal niet. Hey, als jij stinkhaas kan eten, dan kun je dit ook wel eten op deze manier, toch? Even een baguette klappen, hoor. Even een baguette klappen.